Wat studeert je? Ik studeer communicatiemanagement. Beeldhouw en installatiekunst. Grafisch ontwerp. Biologie. Elektromechanica, onderhoudstechnieken. Biomedische. Geneeskunde. Kine. Game design. Juweelontwerp. Muziek. En dit is maar een kleine greep uit het aanbod opleidingen in onze provincie. Met meer dan 150 studierichtingen is er voor elke student keuze in overvloed. Wij positioneren ons in het universitaire landschap als een universiteit waar de student centraal staat. Kleinschalig onderwijs, onderwijs in kleine groepen. We zijn gestart met de faculteit rechten, de eerste faculteit in Vlaanderen, waar studenten overwegend in kleine groepen les krijgen. Dat is toch wel het belangrijkste verschil met de grote universiteiten. Ik denk dat we een grote onderwijsinstelling zijn met een 7000 studenten, waar heel veel richtingen mogelijk zijn. Wij doen zeer goede studentenbegeleiding, dus we staan kort bij de student. En denk toch dat wij opleiden naar een heel aantal knelpuntberoepen. Waarom een student voor de Hogeschool PXL moet kiezen, is eigenlijk heel eenvoudig. Je hebt er alle opleidingen die je maar kan indenken op het professionele bachelorniveau. We hebben het meest ruime aanbod van de hele provincie. Dat allemaal binnen 1 vierkante kilometer. Gekruid met ICT en heel goede binding met het professionele netwerk. Another love, all my tears have been used all. En onze studenten hebben altijd kans op werk, 100% volgens de schoolverlaterstudie van de VDAP. Wiskunde, fysica, scheikunde, biologie, informatica zijn heel veel gevraagde universitaire op de arbeidsmarkt. En er zitten toch relatief kleine studentenaantallen. De knelpuntberoepen elektromechanica, de ingenieurs worden van de schoolbanken getrokken bij wijze van spreken. Laboratorium en voedingstechnologie, de meeste studenten hebben nu al een contract voordat dat ze afstuderen. Alle informatie over de opleidingen van de U Hasselt, Hogeschool PXL en de Katholieke Hogeschool Limburg kan je bekijken op hun website. Oh.